Goedemorgen iedereen. Mijn naam is Laurence, voor de mensen die mij nog niet kennen. Vandaag doen wij onze 47e quarantaine yoga. Ik hoop dat jullie goed geslapen hebben. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Vandaag doen we een lower back practice. Dus specifiek voor onze onderrug. Daar heb ik een aanvraag gekregen van een van jullie, dus dan doen we dat. Ik denk dat dat ook gewoon een heel goede manier is om even alles los te maken in onze onderrug, met dat we heel veel zitten tegenwoordig in deze quarantaineperiode. Ik ga er niet te veel doekjes om winden. Drink een slokje water, doe je kousen uit. Pak je matje of tapijt of ergens een ruimte waar je plaatsvindt. En dan gaan we er direct aan beginnen. Nu, misschien nog even vragen. Zien jullie mij voldoende? Is het niet te donker? Want het is vandaag zo wat cloudy. En anders doe ik het licht wel aan. Maar normaal gezien komt het zo wat. Bon. Anyway. Het zijn normaal allemaal te lukken. Oké. Let's do this. Voordat we gaan beginnen, ga ik jullie uitnodigen om even een dekentje te pakken. Dat is niet noodzakelijk, maar als je zegt van kijk, ik heb wel echt last van mijn rug, dan is dat misschien wel handig dat je eventjes een dekentje hebt liggen. Dat mag ook een kussen zijn, dat mag eigenlijk eender was zijn. Dat je gezellig en cozy onder je rug kan zetten. De mijne is nu wel heel dik, maar bon. We gaan ons op onze rug gaan leggen om te beginnen. En als je een dekentje hebt, mag je die onder jouw poep zetten. Of niet onder jouw poep, maar eerder tegen je heupen. Misschien heb ik toch het licht aan, want het is nogal donker. Voilà. Dat is misschien beter. Oké. Dus je zet je dekentje tegen je heupen en je mag met je onderrug of met je hele rug gaan zitten of gaan liggen liever. Je mag je handen op je buik leggen, onder je ribben. En we gaan hier even onze ogen sluiten. Ontspan je kaken, ontspan de ruimte tussen je wenkbrauwen. En ontspan even je hele lichaam. Breng de focus op je ademhaling. En voel je borst en je buik op en neer bewegen. En hier is het gewoon even goed om te liggen. En even dankbaar te zijn dat we dat momentje pakken voor ons eigen lichaam. Want zeker nu tijdens corona, ik weet niet of jullie kindjes hebben of niet. Of heel veel andere dingen te doen hebben. Maar het kan wel een keer goed zijn om even enkel en alleen te focussen op ons eigen lichaam. En op onze ademhaling. Adem in via je neus. En adem uit via je mond. Adem in via je neus. En als je uitademt, laat je alle spanning zakken. Ook de spanning in je schouders, in je rug. En zelf in je benen. Vandaag ga niet te wilde practice zijn. Maar wel echt goed voor die back love, voor die onderrug liefde te geven. En blijf goed focussen op je ademhaling. Ook als je aan dingen aan het denken bent, je mag dat gewaar worden dat je aan het denken bent. En dan zet je dat gewoon even op een wolkje en blijf je daar weg. En je houdt je handen op je buik. En je focus op je ademhaling.
Ontspan ook je oorleden en denk even helemaal aan niets behalve die ademhaling. Alright, we gaan onze voeten in de mat zetten. En voel, zelfs als je geen dekentje hebt, dat is geen probleem. Voel dat die rug wel nog altijd wat gebold is. Of gehold liever. En zetten onze voeten stevig in de mat. Zonder veel te veranderen aan onze pose of onze houding. Adem goed in via je neus. En adem uit via je mond. Adem in via je neus. En adem uit via je mond. Adem in via je neus. En adem uit via je mond. En als we inademen, gaan onze benen een klein beetje in de lucht zetten. Dus onze hielen ietsje hoger dan 90 graden. Als dat moeilijk is, dan mag je ook gewoon die tippen van je tenen in de mat zetten. En hop. Of we doen onze benen in de lucht. Je houdt je handen op je buik. En we gaan naar beneden met onze benen. Tik. En omhoog. En naar beneden, tik, en omhoog, en naar beneden, tik, en omhoog. Hier zeggen we zelf dat onze inner core een beetje wordt aangespannen, want ook voor onze onderrug is dat super belangrijk, dat we vooral echt dat innerlijke corset hier gaan maken, dat onze eigen spieren ons gaan verstevigen of ons gaan stabieler maken en ons gaan ondersteunen tijdens dat we wandelen of dat we zitten. En naar beneden en op. En naar beneden en op. En nu zet je één been op de mat. We gaan enkel één been gaan strekken. Dat moet niet volledig gestrekt zijn. Dat is niet noodzakelijk. Maar we gaan wel proberen onze heupen op de mat te laten. En onze handen blijven op onze buik. Dus hier echt absoluut geen probleem als je enkel dit doet in plaats van volledig te strekken. Naar beneden. Hop. En op. Naar beneden en op. Laatste maal naar beneden en op. En andere been. Je mag hier ook gewoon je tippen van je rechtervoet op de grond zetten. Of je zet hem volledig op de mat. En naar beneden en op. Opnieuw probeer die heupen goed naar beneden te houden. Op. En nog twee maal. Beneden en op. En laatste maal naar beneden en op. Yes. Je mag in een bol komen, maar we gaan even ons deken aan de zijkant zetten. En kom in een bolletje met je rug op de mat, je knieën dicht bij jou. En je mag eventueel van de rechterkant naar de linkerkant wiegelen. Even om dat bloed te stimuleren, of onze onderrug te stimuleren. Probeer stabiel te blijven ook. Hoef niet om te vallen. Ook hier duwen we onze onderrug goed in de mat.
onze volledige rug. En doen we goed in de mat. En we gaan in een klein bolletje met onze kin op onze borst. De schouderbladen net een klein beetje boven de mat. En geef een kusje naar je linkerknie. Eentje naar je rechterknie. Klein beetje zelfliefde vandaag. En kom terug naar beneden. Je mag je rechterbeen strekken of proberen te strekken. En je mag je rechtervoet over je linkerbeen zetten. Je linkervoet mag je op de grond zetten. En we gaan onze benen laten zakken naar beneden. Je handen mogen op je ribben blijven. Als je wil, mag je rechts over je schouder kijken, over je rechter schouder. Maar dat hoeft niet per se, want we zijn hier vooral aan het focussen op die onderrug. En minder op onze nek. Je mag nog altijd je ogen sluiten als je dat makkelijk vindt. En we komen terug omhoog. Breng onze rechterbeen in de lucht. En we wisselen van kant, onze linkerbeen gaat in de lucht. Onze linkervoet over onze rechterbeen. Zet je rechtervoet op de mat. En we draaien onze benen naar de grond. Misschien voel je dat wel kraken in je rug. Misschien voelt dat nu echt wel heel gedaan. Misschien is het wel een uitdaging. Probeer je schouders mooi op de mat te houden. Als je ook wil, hier kan je eventueel over je linkerschouder kijken. Maar opnieuw, dat is niet noodzakelijk. Voel nog altijd je buik en je borst op en neer bewegen met je ademhaling. En kom terug naar het midden met je benen. Pak je benen vast en we gaan proberen naar voren te wiegen. Dus 3, 2, 1. Hop. Yes. En je duwt jezelf op. En we gaan onze benen laten strekken. Als je wilt, mag je ook met je dekentje, je hielen op je dekentje zetten. En ik ga jezelf niet zeggen dat je hier volledig moet strekken. Integendeel, laat je knieën maar gewoon een keer zakken. Of laat ze maar volledig geplooid. We zijn hier vooral voor ons onderrug volledig los te maken. Laat je bloed naar je hoofd maar volledig zakken. En ontspan je armen. Ontspan je gezicht. En je mag je handen op de mat zetten. We gaan over ons deken komen met onze knieën op de mat. En nu gaan we onze dekentje aan de rechterkant zetten. We gaan onze rechterknie op ons dekentje zetten. En onze linkerbeen gaat naar beneden. En ondertussen zet je je ellebogen onder je schouders. En je knie is dus open. Je heup is open. En je onderrug, of je heupen liever, duw je naar beneden. Ontspan je schouders, duw je schouders weg van je oren, dus we zitten hier niet zo, maar hop, mooie actieve houding. Voel dat dat even een goede stretch is in die andere. Kijk mooi naar voren. Yes. Je mag je handen aan je
borst zetten. Duw jezelf op. En breng je linkerbeen terug. Onder en je rechterbeen ook onder je lichaam. We gaan ons dekentje verplaatsen naar de andere kant. Onze linkerknie komt op ons dekentje. Onze rechterknie gaat naar beneden. En je brengt je schouders onder, of je ellebogen onder je schouders. Je heupen mooi open en je duwt je heupen naar beneden. Zie je dat verschil tussen dit en die heupen allebei naar beneden duwt? Je heupen komen mooi op de mat. Je schouders weg van je oren. Je kin mooi omhoog. Heel goed. Ik zie je niet, maar ik voel het dat je het heel goed aan het doen bent. We blijven hier nog 3 ademhalingen. Nog 1. En je mag je handen hop, naast je borst zetten. Duw jezelf op. En je mag je dekentje even wegzetten. Je komt met je heupen op de grond. En we gaan onze voetpalmen tegen elkaar zetten. En dan gaan we onze rug laten zakken. Hop. En hier mag er gerust een hand onder kunnen. Onder je rug. Het is een klein beetje gehold, maar ook niet te veel. Dus we duwen onze rug of onze borst niet volledig omhoog. Proberen wel dat onze rug een klein beetje op de grond is. Maar zorg gewoon dat die in de natuurlijke flow zit, zoals dat die anders is. Die mooie S-vorm. En je mag je terug focussen op je ademhaling. Adem goed in via je neus. En adem uit via je mond. En adem in. 2, 3, 4. En uit. 2, 3, 4. Adem in. 2, 3, 4. En uit. 2, 3, 4. En adem in, 2, 3, 4, 5, 6. En adem uit, 2, 3, 4, 5, 6. En adem in en uit op je eigen tempo. Denk even aan 3 dingen waarvoor jij dankbaar bent vandaag. Dat mogen ook kleine dingen zijn. Al is maar het feit dat je even de tijd hebt genomen om enkel te focussen op jouw lichaam. En breng je focus terug naar je ademhaling. Mag je benen sluiten en je mag je benen aan de zijkant leggen. We gaan omdraaien naar de andere richting in child pose. En ofwel zet je je handen voor jou, oftewel zet je je handen naast jou. Met je knieën eventueel open, je voorhoofd op de mat. Maar hier rust ook je dekentje. Onder je voorhoofd nemen als dat makkelijk is. Of als je niet zo ver geraakt tot aan de mat. En we voelen hier onze borst en onze buik tegen onze billen bewegen. Ontspan je kaken,
ontspannen gezicht. Ontspan je armen, je rug. Je benen, je tenen. Onze ogen blijven gesloten. En je mag hier zo lang blijven liggen dat je zelf wilt. Of blijven zitten liever. Of je duwt jezelf op. Mijn kleermaker zit. Het was een hele rustige les vandaag. Maar dat mag ook wel een keer. We mogen onszelf een keer verwennen. Zet je handen op je borst. Liever op je knieën. Je rug mag mooi recht. In een mooie rechte positie. Misschien voel je echt wel het verschil nu met daar straks. Misschien voel je gewoon al dat je veel rustiger bent. En dat je daardoor veel minder spanning hebt in je lichaam. En ontspan je schouders. Maar hier ook gerust je ogen sluiten. Ontspan die kaken. Span je voorhoofd. Je mag je ogen openen. Je mag een heel breed lachen. Dat is heel gezond. En breng je handen tussen je borst. Namaste. Ziezo, dat was de les van vandaag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het was een heel rustig lesje, maar ik zeg het, dat mag ook wel een keer. Nu, dat is heel graag gedaan. Morgen zijn we er opnieuw met de 48e quarantaine yoga. Ik hoop dat jullie een hele fijne rest van de week hebben. Nu vrijdag doen Toos en ik morgen een beetje meer energie. Yes, yes, yes. Dat is goed. Komt op de agenda. Vrijdag doen Toos en ik een e-cook-workshop. Als jullie geïnteresseerd zijn, dan de link is in bio. En we doen ook een giveaway ervoor. Waarvoor dat we twee vriendinnen of vrienden... laten winnen. Dus dan kunnen jullie gezellig samen koken. Of kunnen wij allemaal gezellig samen koken. Van op afstand natuurlijk. En voilà. Ik wou dat even laten weten. En ziezo. Dat zou ik zeggen. Een hele fijne dag. Your vibe attracts your plant tribe. See you. Bye bye.